Здравствуйте! In deze video gaat het over de uitspraak van de Russische letter S, net als de S in sap. Wat gebeurt er als je een combinatie van S plus nog een medeklinker hebt? Bijvoorbeeld sprava, rechts. Sleva, links. De meeste Nederlandstalige mensen spreken het uit als sprava of sleva. Maar de S blijft als S in sap en wordt niet als sh in chocola. Als het moeilijk is om dit uit te spreken, probeer dan de s langer te maken. Sprava. Sleva. Daarna maak het weer korter. Sprava. Sleva. Спасибо и до свидания.